nog dat we de paraplu moeten gebruiken tegen de zon. Maar morgen hebben we die gewoon nodig voor de regen, hè? Ja, nou zijn er vandaag ook al een paar buitjes geweest, maar morgen wordt het er inderdaad meer. Nou, vandaag was het gewoon nog volop genieten van zomers weer in Nederland. Volop zonneschijn en temperaturen die weer... Gepiept was het weer weg. En wat er overbleven, nou ja, dat was zonneschijn, wel wat sluierwolken en in de loop van de dag ontstonden er ook wat... Goedenavond. De zondag begon overal grijs en vooral in het zuidoosten en oosten heeft het lang en best wel flink geregend. Een hele goedenavond. Ja, de herfst lijkt in de natuur al een beetje begonnen te zijn, maar de herfst moet nog maar even wachten, want de zomer keert. Goedenavond. Een prachtige zonsopkomst vanochtend, dat beloofde dus wat. Het werd ook een hele mooie dag met een mix. Ik zal er blij mee zijn. Komende zondag begint voor ons de meteorologische herfst. En dat gaan we ook terugzien in de temperatuur, maar daarover zometeen meer. Het wordt ook een fantastische topdag, een top nazomerdag. De zon er helemaal bij en de temperaturen 21 tot 24 graden. Dat zijn echte zomertemperaturen. Wordt de dag met zon en bewolking, de meeste bewolking in het noorden, maar ook daar in de middag flink wat zon. Dus treffen ze het hier helemaal in Vraneker. In het zuiden de meeste zon en de temperaturen al 18 tot 20 graden. Een volle zomerdag hoort, een volle nazomerdag. De zon is er de hele dag volop bij, totdat die ondergaat in de avond. En overdag maar liefst 21 tot 25 graden, de hoogste temperaturen in het zuiden. Met ja, direct al veel bewolking in het zuidwesten, elders nog wel zon. Eigenlijk best een redelijke dag als je dat vergelijkt met vandaag. Maar toch ook weer een aantal buien en buitjes. En de meest stevige buien in het zuiden en zuidwesten. Met in het zuidwesten kans op onweer. Nou ja, de temperaturen. Die liggen morgen overdag zo rond 18 of 19 graden. En weer zo'n dag. Misschien eerst nog wel even zon. Vooral in het noorden. Daar ook eerst het droge weer. Geleidelijk aan vanuit het zuiden en zuidwesten de regen. Later krijgt die regen een wat buiig karakter. De temperaturen. Die liggen morgen overdag zo tussen de 18 en de 20 graden. En ik moet zeggen, in de middag geleidelijk aan weer droge perioden. Met name in het westen en zuidwesten. Stapelwolken, ook wolkenstraten, zoals hier boven ter strate, hier bij Nut. Uit een enkele stapelwolk viel een bui, maar meestal was het droog. De temperaturen liepen vanmiddag op richting de 20 graden. Goedenavond. En zo waren er vandaag van tijd tot tijd best nog wel aardige momenten met wat zonneschijn, wat opklaringen. Soms ook van die karakteristieke wolkenstraten die te zien waren. Ja, de boeren die hebben momenteel wel een probleem. Want ja, met de vele regen van de afgelopen dagen en wat er nog gaat komen, kunnen die machines niet op het land. Dus hier ook de uien liggen een beetje te verpieteren op het land. Lijkt een meest of helemaal droge dag te kunnen worden. De zon is er wel bij, de bewolking is er ook. En ik denk meer bewolking dan zon, maar ik heb de zon wel ingetekend. En misschien een buitje in het kustgebied. De temperaturen liggen dan zo rond 13 à 14 graden. Ja, en de oogst ja, die moet toch echt van het land af op sommige plaatsen. En dat denk ik dat morgen toch alweer een probleem gaat worden. Want er kan op sommige plaatsen, met name in het noordwesten van het land, weer een hele bak regen vallen. Misschien wel zo'n 20, 30 millimeter. En lokaal nog wel meer. En er is daar al zoveel regen. Zoals hier bij het buurtschap Vink, dat ligt bij Wijnandschade. En vanuit Vink krijgen we heel vaak weer foto's binnen van Marjan den Boer. Ook vandaag weer met mooie blauwe luchten dus. Vink, dat ligt op het plateau van Schimmat, op bijna 120 meter hoogte. Daar ook een stevige zuidwestenwind. En daarmee werd zeer zachte lucht aangevoerd. Temperaturen loop van de middag liepen op richting de 20 graden hier in Zuidenburg tijdens zonnige periode. Ook dan een paar buien of buitjes, met name in het westelijke deel van het land, in het noordelijke deel van het land. En de temperaturen die liggen dan zo rond een graad of 15 of 16. Nou ja, als je kijkt naar de temperaturen, gemiddeld 17 graden, plaatselijk 19, misschien wel 20 in het zuiden. En de zon er geregeld bij. Op vrijdag 16 graden, nog altijd een hoge temperatuur voor de tijd van het jaar. En ik heb op vrijdag nog droog weer staan. Een bui of een buitje. Temperaturen nog altijd hoog voor de tijd van het jaar, zo rond 16 graden. Zaterdag zal het ook zo'n 16 graden zijn. Kan het overdag droog blijven, maar ik geef toe, dat is op het nippertje, daar kom ik morgen wel op terug. En zondag een bui of een buitje, het noorden droog. Het zuiden er op steeds meer plaatsen door. Zonsopkomst vanmorgen 7:15. Nou, zoals u weet gaat komend weekend de wintertijd in. En dan kunnen we zondagochtend de zon weer een uurtje eerder zien opkomen naar die zonbrand. Mooi buiten, tenminste hier in Hilversum dan.
Ja, dat klopt. Dat was op heel veel plekken in Nederland zo. Niet overal. Lokaal viel er een enkel buitje. Het was trouwens ook zacht. Morgen is dat zeker ook zo. Maar de temperaturen gaan een heel stuk naar beneden. Niet vergeleken met de temperatuurval aan de andere kant van de oceaan. In Amerika. Ik neem u eventjes mee zo direct naar Denver, Colorado. Goed zo. Eigenlijk een prachtige dag als we het over de zon hebben. De zon speelt een hoofdrol. Temperaturen 9 à 10 graden. De wind uit oostelijke richting. De nachten. De afgelopen nacht daalde de temperatuur op sommige plaatsen weer tot iets onder het vriespunt. En begon de dag voor enkele met een ijskoud karweitje. Goedenavond. Ja, ik denk dat in een groot deel van het land het geluid wel weer te horen was. Het krabben van de autoruiten. Want vanochtend was het op veel plekken weer... Goedenavond. Ja, het was vandaag op veel plaatsen een beetje grijs. En op sommige plaatsen ook wat druilerig met wat lichte regen of motregen. Ja, het is niet heel veel zoeks, maar ik denk dat we de zon toch nog wel eventjes kunnen gaan zien vandaag. Heel af en toe. Tijd en ruimte voor het autoruiten krabben. Verder wordt het een dag met aardig wat zon. Flink wat zon. En het lijkt droog te blijven. 9 à 10 graden als temperatuur. De wind uit zuidelijke richting. En... We hebben eerst nog zon, maar elders neemt de bewolking toe. In de ochtend vanuit het zuidwesten al kans op regen. In de middag wordt het geleidelijk overal regenachtig. Het zuiden van Limburg kan wel eens droog blijven. De temperaturen gaan tussen de 7 en 9 graden uitkomen. De wind komt uit... Met vrij veel bewolking en af en toe regen, maar geleidelijk aan bladeren het van het westen uit op. En dat is ook een aantal buien, maar geleidelijk aan een minder grote buienactiviteit, geleidelijk aan ook wat meer zon. En die zon komt er bijna overal bij in het zuiden van Limburg, de meeste bewolking. En opnieuw de meest actieve buien in het westen, in het noorden en in het IJsselmeergebied. En misschien nog wel met onweer. Ja, de wind die komt morgen uit het zuidwesten en die is matig tot vrij krachtig. Af en toe krachtig in de kustgebieden en de temperaturen 8 tot 10 graden. Toen wat regen uitviel, met name in het zuidwesten van het land... Geen grote hoeveelheden, maar goed, een paar tienden van millimeter is er wel gevallen. En uiteindelijk... Zondag waarop we er wel even op uit kunnen. Een zondag met droog weer. Een zondag met temperaturen die liggen zo tussen de 6 en de 9 graden. Een zondag met geregeld zon en de wind die komt uit het zuidoosten tot oosten. En die is zwak of matig. Vooral in Brabant, want daar gaat de temperatuur het laagste in Nederland. In de Woensdrecht werd er van liefst 4,7 graden onder nul. Er moest dus op veel plaatsen gekrabd worden. Nou, komende nacht was het wat minder koud. Of we morgen een krabber nodig hebben, dat vertel ik zo meteen. Ik ben nou wel benieuwd. Hoog en kwam de zon volop tevoorschijn. Dus Robin, ja, het klopt wel dat jij in de zon gewandeld hebt. En of het komend weekend ook in de zon kan, dat hoor je zo. Rijk met ochtendrood, zoals jouw Wijnlands raden. Waterende slootselui, het gezegde dan. Nou, wat dat betreft viel het wel mee vandaag. Vanmorgen overmorgen wordt weer meer regen berekend voor Limburg. Ik heb ook aan... Morgen? Dan zou dit wel eens het beeld kunnen zijn op heel wat plekken. Vandaag was het al zo in delen van Limburg vanochtend, maar morgen op veel meer plaatsen. Royale zonneschijn. Voor alle kerstmarkten, voor alles wat er te doen is in ons land, het wordt een dag met zon, bewolking en droog weer. En dat is positief. Later komt er meer bewolking voor, maar inderdaad tot aan de avond overal nog droog.